Welkom bij deze video over hoofdstuk 9, golven. We gaan kijken naar paragraaf 9.2, golven en diagrammen. Het UX- en het UT-diagram is iets wat je heel vaak ziet voorkomen in dit hoofdstuk. Het UX-diagram is als het ware een foto van de trilling op een bepaald tijdstip. Je ziet dan de uitwijking van alle punten op dat bepaalde tijdstip. Het UT-diagram toont de uitwijking van één trillingpunt op verschillende tijdstippen. Dus het is als het ware een film. Nou, we gaan kijken naar een bepaald punt wat we op onze draad zetten. We hebben een draad gespannen. Die draad die loopt verder door, maar om het hier makkelijk te maken hebben we hem even afgekapt. En we gaan daar een golf overheen laten bewegen. En we kunnen zien wat er met het UX en met het UT-diagram gebeurt. Nou, als eerste, als we die golf gaan laten bewegen, zien we het UX-diagram rechtsboven. Dat blijft hetzelfde. En dat punt op die draad, zodra dat gaat bewegen, zien we dus de uitwijking in de tijd in het UT-diagram rechtsonder verschijnen. Nou, het UT-diagram laat dus zien hoe dat punt is gaan trillen op een bepaald tijdstip. Dus we kunnen precies zien hoe dat punt heeft getrild in die tijd. En het UX-diagram is eigenlijk precies hetzelfde als de golf die we nou daadwerkelijk zien. Dus je ziet de uitwijking op ieder punt, alleen kunnen we niet direct zien wat de uitwijking 10 seconden terug was uit het UX-diagram. Dan moet je ook weten wat de trillingstijd is en kun je daarmee redeneren wat de uitwijking 10 seconden terug is geweest. Voor het UX-diagram maakt het uit of er een naar rechts bewegende golf is of een naar links bewegende golf, want dat wordt altijd erbij gegeven. Als hij naar rechts beweegt, zie je iets anders dan wanneer hij naar links beweegt met het redeneren, maar daar komen we dadelijk verder op terug. We kunnen ook gaan kijken dat we een tweede punt toevoegen op die lijn. En dan zie je ook dat er een verschil is tussen dat UX en het UT-diagram. We gaan weer hetzelfde doen en je ziet weer, het UX-diagram is gewoon een foto ervan. En het UT-diagram zie je nou dat de rode lijn later begint, omdat die een bepaalde achterstand heeft, want dat punt begint later met trillen. Nou, op dit punt stoppen we met de golf en we zien dat er dus een bepaald verschil is tussen de rode en de zwarte lijn. Nou, de zwarte lijn en de rode lijn. De rode lijn lijkt nou precies hetzelfde als de blauwe lijn in het X-diagram. Nou, dat is toeval, dat hoeft niet zo te zijn, want je zag net al dat de zwarte lijn precies tegengesteld is daaraan. Dat heeft ermee te maken op welk punt je begint met de trilling. Uit je UT-diagram zie je dus de uitwijking op ieder tijdstip van één bepaald punt. En uit je UX-diagram zie je alleen maar de foto en dat is op een bepaald tijdstip alle uitwijkingen van ieder punt. In dat UX-diagram kunnen we bepaalde dingen zien. Daar kun je de golflengte uit aflezen, want je ziet op de gewone as de afstand staan in meter. Dus de golflengte is tussen twee toppen de lengte. Nou, die kun je opmeten, in dit geval is dat 4 hokjes. En uit het UT-diagram kun je ook tussen twee toppen kijken. En dat is dan niet de golflengte, maar dat is de trillingstijd, omdat daar de tijd op staat. Nou, vervolgens kun je ook zien wat de amplitude is in het UT-diagram. X-diagram, maar ook in het UT-diagram, want dat is gewoon de evenwichtstand tot het hoogste punt of tot het laagste punt is de amplitude. Nou, met het UX-diagram kun je dus wel de trillingstijd uitrekenen, want daar hebben we een formule voor gehad. De trillingstijd is daar de golflengte gedeeld door de golfsnelheid, zoals we al in de eerste paragraaf hadden gezien. En bij het UT-diagram, dan weten we de trillingstijd en we weten daar ook de golfsnelheid, want die golfsnelheid bijna altijd constant, of die wordt gegeven in vragen. En dan kunnen we dus de golflengte uitrekenen door de golflengte te doen, is de trillingstijd keer de golfsnelheid. We gaan kijken naar een rekenvoorbeeld van het UX en het UT-diagram. Als eerste zien we aan de linkerkant een diagram staan van een naar rechts bewegende golf, en aan de rechterkant een diagram van een naar links bewegende golf. We zijn erin geïnteresseerd wat het zwarte punt gaat doen als we iets verder in de tijd gaan kijken, of die omhoog of omlaag beweegt. Geef dat voor ieder diagram afzonderlijk aan. Zet daarom nu de video eerst op pauze en speel hem pas verder af zodra je de opgave gemaakt hebt. Bij het eerste diagram linksboven zien we dat het UX-diagram is getekend en het punt, ja, het UX-diagram was een foto, dus dat is de uitwijking van ieder punt. Dus als we iets verder gaan, de golf beweegt naar rechts, zal de blauwe lijn dus meer naar rechts bewegen. En het zwarte punt blijft op diezelfde plaats zitten, alleen kan die omhoog of omlaag bewegen. Nou, als de blauwe lijn dus naar rechts beweegt, zien we dat het zwarte punt omlaag zal gaan bewegen over de blauwe lijn. En dus zal het zwarte punt hier omlaag bewegen.
Aan de rechterkant is er een naar links bewegende golf, dus als die blauwe lijn naar links beweegt, zal het zwarte punt omhoog bewegen. Bij het UT-diagram geldt dat als we iets verder kijken in de tijd, dat de tijd gewoon groter wordt, dus zal het zwarte punt omhoog bewegen, want het zwarte punt beweegt dan naar rechts over de blauwe lijn. Bij het rechterdiagram is dat precies hetzelfde, dus die zal ook omhoog bewegen. Nou, als je dit nou moeilijk vond, probeer hetzelfde dan nog een keer te doen voor de rode punt. Zet de video daarom nou weer eerst op pauze om deze vraag te beantwoorden en speel hem pas verder af zodra je de vraag beantwoord hebt. Het rode punt zal in het eerste diagram, natuurlijk logischerwijs omdat de golf naar rechts beweegt, omhoog bewegen. Bij de golf andere, als de golf naar links beweegt, zien we dat het rode punt dus omlaag zal gaan bewegen, omdat de blauwe lijn naar links verschuift en het rode punt dus omlaag beweegt. Het UT-diagram, weer bij een grotere tijd, kijken we, beweegt dat punt dus naar rechts toe over de blauwe lijn en zal dus omlaag bewegen, net als bij het andere UT-diagram. Nou, we kunnen ook de fase uitrekenen van beide punten en dat hebben we in hoofdstuk. In hoofdstuk 4 hebben we dat al geleerd, hoe we de fase konden uitrekenen, want dat was delta x gedeeld door de golflengte. Ja, en daar deden we dat toen met tijd gedeeld door de delta t gedeeld door de trillingstijd. Maar dat mag hier dus ook met delta x gedeeld door de golflengte. Nou, die fase kunnen we dus op ieder punt uitrekenen. Alleen de gereduceerde fase is lastig als je niet precies weet op welk punt de golf begon. We nemen nou ook aan dat we dus de hele golf getekend hebben, anders kunnen we de gereduceerde fase niet weten. Het faseverschil kun je hier natuurlijk wel exact uithalen, want het faseverschil zou bijvoorbeeld bij de eerste zijn. Nou, delta x, we zien dat dat 6 hokjes zijn en de golflengte is 4 hokjes, dus het faseverschil tussen de twee punten in de bovenste twee tekeningen is 1,5. Nou, als de hele trilling zichtbaar is, kunnen we dus ook fase uitrekenen van het zwarte puntje in de linkerkant en het rode puntje. Nou, delta x gedeeld door lambda, als de hele trilling zichtbaar is, nou, we weten het is een naar rechts bewegende golf. Dus als we zeggen ja, we willen het faseverschil weten, willen we dus de fase van het rode puntje weten min de fase van het zwarte punt. Nou, de fase van het rode punt is dus de afstand wat hij heeft gehad, ja, van het begin van de trilling tot gedeeld door de trillingstijd. En voor het rode punt is dat, ja, hij heeft 2 hokjes gehad, want het begin van de trilling is helemaal rechts. Dus hij heeft 2 hokjes gehad, de trillingstijd is 4 hokjes. En het zwarte punt, dat heeft 8 hokjes gehad, want van helemaal rechts tot het zwarte punt is 8 hokjes gedeeld door 4 hokjes. Oftewel, dat is 1,5 min 2 is min 1,5. Dat wil dus zeggen dat rood 1,5 fase achterloopt op zwart. Ja, dat is ook logisch, want die golf is helemaal aan de linkerkant begonnen en beweegt naar rechts toe. Dus zwart zal eerder zijn gaan trillen en wel 1,5 fase eerder dan het rode bolletje. Nou, voor een naar links bewegende golf kunnen we datzelfde doen. In dat geval kijken we dus begin links. Nou, rood heeft dan 10 hokjes getrild, ja, gedeeld door 4 hokjes trillingstijd. Dus 2,5 fase heeft hij al gehad. En zwart heeft nou pas 1 trilling gehad, want die heeft precies 4 hokjes getrild. Nou, faseverschil is daar dus precies 1,5, want daar loopt rood dus 1,5 fase voor op zwart. Hetzelfde kunnen we ook doen in het T-diagram. En voor het UT-diagram weet je, ja, de fase was delta t gedeeld door de trillingstijd. Nou, als je dit gaat doen, nou, weet je dat op het zwarte puntje dat daar de fase gelijk is aan 1. En op het rode punt is de fase gelijk aan 2,5. Dat is weer met die hokjes te rekenen. Het faseverschil is bij beide dus hetzelfde. En we kunnen dus uitrekenen door de fase van rood min de fase van zwart te pakken. En dat is in dit geval dus 10 hokjes gedeeld door 4 hokjes van rood, want we pakken de tijdas, die moeten we altijd vanaf links kijken. Min 4 hokjes gedeeld door 4 hokjes, want ja, dat was de fase van zwart. En dat is dus die 2,5 min 1, oftewel 1,5. Rood loopt dus 1,5 fase achter op zwart aan de linkerkant en ook aan de rechterkant. Dan zie je dat minder vaak voorkomt bij een UT-diagram, omdat een UT-diagram meestal de uitwijking is van één bepaald punt in de tijd. En dat we op twee verschillende punten, zoals we het x-diagram boven hebben, krijg je normaal twee verschillende UT-diagrammen. Maar het verschil tussen het rode en het zwarte punt in het UT-diagram is hier dus wel 1,5 fase. Want dat moet je natuurlijk hier wel uit kunnen aflezen, want zo hebben we dat ook geleerd in hoofdstuk 4. Je bent op het einde gekomen van deze les.
Hopelijk is het onderwerp nu wat duidelijker voor je. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En als je nog vragen hebt, kun je ze onder in de comments stellen. Je kunt alle bestanden natuurlijk ook gratis downloaden van de website om het thuis nog rustig door te lezen. Veel succes en tot de volgende video.